Gefeliciteerd met je trofee van de beste keeper van de tweede periode. Ja, dank u wel. Nou, daar is mee beginnen, want daar begon de wedstrijd ook mee. Ja, klopt. Dat is natuurlijk heel mooi dat ik daar voor genomineerd ben. En dat je het uiteindelijk nog wordt ook. Dat is helemaal tof. Dus bij deze wil ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Ja. En toen dacht je, ik laat het gelijk maar even zien in de wedstrijd dat het terecht is. Nou, natuurlijk ja. Voor mij, ja. Ik zie natuurlijk altijd de wedstrijd heel anders. Ja. Ik heb mijn best gedaan. Ik zie natuurlijk ook altijd dat ik een eerste helft inschattingsfoutje. Ja, dat moet gewoon beter. Maar voor de rest heb ik inderdaad gewoon een prima pot gespeeld. En een hele belangrijke 1-op-1 die ik pak. Dus Ja, VVV had een paar counters, daar moest je even optreden, ook aan het eind nog. Ja, klopt. Aan het einde worden we natuurlijk moe en wordt het moeilijk, want zij willen nog wat en zij gaan forceren. En wij willen eigenlijk nog de 2-0, 3-0 maken en dan de wedstrijd doodspelen. Ja, en dan komen hun een paar keer snel uit, maar gelukkig niet super gevaarlijk. Misschien twee hele grote kansen. Voor de rest prima opgelost met z'n allen, denk ik. Ja, je had je oudjes achterin ook nog even best nodig. Ja, tuurlijk. Bram en Bart haalden volgens mij allebei een bal van de lijn. Nee, dat was Bart in de eerste helft inderdaad en Belen volgens mij. Of Bram ook? Ik dacht Bram, maar goed, je staat er dichterbij. Ja, dat moet je even terugkijken. Maar het was een heerlijke wedstrijd. Ja, zeker. Eerst zelf moeten we natuurlijk wat beter voetballen. VVV, moet ik zeggen, die deden het op zich wel best wel goed. En tweede helft gingen we iets anders spelen. En toen ging het wat makkelijker. En gelukkig scoren we die 1-0 en snel die 2-0. En dan is het gewoon doodspelen van de wedstrijd. Mooie week inderdaad. En we zijn nog niet klaar, want we moeten nog twee wedstrijden deze maand. Dus die willen we graag ook pakken. En ook een goed gevoel, denk ik, hè? Heracles, hou je de 0 vandaag weer? Ja, natuurlijk, dat is altijd mooi meegenomen. Maar het belangrijkste is dat we 3 punten hebben. Ja, maar een keeper is een clean sheet toch ook heel mooi? Tuurlijk is dat mooi. Maar 3 punten zijn heel belangrijk vandaag. Kun je nou die trofeeën ook voor de derde periode weer winnen? Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Dan ben je nu op weg in ieder geval. Ja, ik ga mijn best doen weer. Het duurde even voordat de VVV-muur geslecht was vandaag. Nee, dat klopt. We hadden er gewoon moeite mee. Ik denk eerst kwartier dat het wel oké was. Maar ik denk dat we daarna tot aan de rust gewoon heel moeizaam er doorheen kwamen. En eigenlijk de ruimte achter hun middenveldlinie, dat we die niet konden vinden. En met de veldbezetting niet helemaal goed stonden. En dat hebben we geprobeerd een beetje om te zetten onder de wedstrijd. Maar dat was gewoon niet goed genoeg. In de rust hebben we dat geprobeerd om te zetten. Ik vond dat we toen weer een hele goede 15 tot 20 minuten hadden. Veel beter als in de eerste helft. Ook met gewoon waarin VVV beter onder controle hadden in de druk die we hadden. En toen vond ik dat het een beetje weg ebte en hebben we gegokt met de wissels. En uiteindelijk moet je daarin geluk hebben. Het is ook niet altijd om het wisselen, maar het is meer om de positieve energie die erin komt. Met de Castaneer, met een Tollis Velios. Ja goed, en uiteindelijk denk ik dat in de rust met het inbrengen van Zitman, dat we nog meer controle kregen samen met Van der Belt in het balbezitverhaal. Daarin vond ik Van der Belt denk ik een van zijn mindere wedstrijden spelen. En Davy van den Berg later op de wingback juist wel heel goed spelen. In de eerste helft wat minder. En ik denk aan het einde met Kerst en Huibers erbij om die ook gewoon weer de minuten te geven. Hebben we dat gewoon heel goed gedaan. En in die mindere fase helpt Schendelaar jullie ook een paar keer. En de verdedigers nog met een bal van de lijn. Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk staat Schendelaar daarvoor. Ik denk dat we gewoon aan de bal een paar keer de verkeerde keuze maken. En die ene bal van Belen goed is op Huibers, loopt Huibers alleen op de keeper af. En nu is die bal niet goed en staan we in de omschakeling gewoon niet goed. Kort genoeg op onze mensen. En verliezen we eigenlijk de bal te simpel. Ja, en dan wordt het wel lastig verdedigen soms. Na die 2-0 kwam Bram van Polen gelijk naar je toe. Die wilde gewisseld worden. Ja, Bram had wat last van zijn hamstring. Nou ja, goed. Ik heb het net ook gezegd bij TV Oost. We hebben een best wel pittige week achter de rug met Feyenoord uit, daarna met Heracles, waarin je Feyenoord uit heel zwaar veld hebt qua gras en Heracles qua kunstgras. En we hebben de hele week op kunstgras getraind. Nou ja, dat is niet echt bevorderlijk voor de spelers. En daar vind ik dat we vandaag uitstekend mee om zijn gegaan en fysiek ook tot het einde goed vol hebben kunnen houden. Bram gaf het zelf aan, dus wat dacht je gelijk?
Nee, goed, als hij dat aangeeft, dat zegt al genoeg. Als hij het aangeeft, dan moeten we het ook echt wel doen. Ja, hij moest ook even laten zien dat hij een vederstrikdiploma had gedurende de wedstrijd. Dat was ook wel een hilarisch moment. Nee, ja goed, het duurde best wel lang, maar ik ga hem nog wel even vragen of hij dat echt heeft. Toch mooi dat hij een speler van VVV even helpt. Nee, ja, goed, dat is alleen maar fijn voor hem. En nu op naar Topos, weer zo'n mooie wedstrijd thuis. Nee, zeker. Ik bedoel, uiteindelijk een thuiswedstrijd. Ik moet ook de complimenten geven aan het publiek. Vooral de tweede helft, hoe ze erachter hebben gestaan en ons er doorheen hebben gesleept. Dus chapeau voor hun.